Het afgelopen weekend is Portugal officieel voorzitter geworden van de Europese Unie. Het worden geen gemakkelijke 6 maanden voor de Portugese regering. De Europese Commissie trekt in haar volledigheid naar de havenstad Porto om er het voorzitterschap te bespreken. Voor de Portugese voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, is het een mooi weerzien met de Portugese eerste minister, José Socrates. Die zijn eerste opdracht bestaat erin de nieuwe tekst voor het Europese verdrag te laten goedkeuren door alle lidstaten. Op 23 juli komt er al een eerste tekst op tafel die de lidstaten de volgende maanden moeten verfijnen. Tegen de informele top van de staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon, gepland op 18 oktober, moet dat werk rond zijn. Algemeen wordt verwacht dat het opnieuw vooral de Polen zullen zijn die problemen gaan maken. De Poolse premier Jaroslaw Kaczynski wil het akkoord openbreken. Hij wil een precisering van wat de redelijke termijn wordt genoemd, waarbinnen de lidstaten een akkoord moeten vinden wanneer er net geen voldoende meerderheid is. Barroso blijft zoals steeds optimistisch. La Pologne connaît parfaitement le principe bona fides, ça veut dire le principe de la bonne foi quand on s'engage vis-à-vis des autres. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a eu quelques ambiguïtés qui ont été transmises, mais je crois que c'était des malentendus, honnêtement. Ceci dit, comme l'a dit le Premier ministre portugais, le président en exercice du Conseil, évidemment, il y a des questions à préciser. Mais jamais en rouvrant les points qui ont déjà été l'objet d'un consensus, d'une décision à l'unanimité, c'est évident. Alors c'est ça ce que je peux vous dire. Il y aura sans doute quelques questions à préciser, il y a du travail à faire. Le Premier ministre Socrates l'a dit très clairement, nous avons un mandat, nous n'avons pas encore un traité. Maar voor de verdragskwestie aan bod komt, zit Portugal sneller dan gewild met een ander probleem. De Franse president Nicolas Sarkozy komt in hoogst eigen persoon naar de volgende Raad van Ministers van Financiën om hen mee te delen dat hij het evenwicht op de Franse begroting uitstelt tot 2012 in plaats van 2010 zoals de vorige regering, net als alle anderen, rond Pasen heeft beloofd. Het zal Sarkozy niet in dank worden afgenomen. Ondertussen koestert Socrates ook nog een eigen wens. Hij wil onder zijn voorzitterschap de banden tussen Europa en Brazilië, het grootst Portugees sprekende land ter wereld, nauwer aanhalen.